deze stad en gesteund door heel veel mensen. En het gaat om een buitenzwembad. Iets wat we nog niet hebben in deze stad en waar volgens heel veel in de media gelezen hebben behoefte aan is. Dus we kijken er naar uit. Wij hebben dit als raad opgepakt omdat er 3500 mensen zijn geweest die een petitie van Gregor Stam hebben ondertekend. Dat was niet de eerste petitie. Er zijn al 2 keer eerder petities ingediend. En ja, wij vonden het gewoon tijd dat we dit oppakken en dat we hier serieus onderzoek gaan doen. En concreet antwoord geven op de vraag of het kan, ja of nee. Nou ja, vanavond hebben we een eerste vergadering gehad voor het openluchtzwembad. En we zijn tot conclusie gekomen dat de meerderheid het onderzoek gaat steunen. Er moet wel heel veel werk nog gedaan worden, maar soms jeuken me de handen nog in. Maar ik word wel betrokken bij de plannen, zodat we daar nog meer handen en voet aan kunnen geven. Maar we zijn eindelijk een keer goed op weg. Het lijkt me duidelijk dat het zwembad er gaat komen, linksom, rechtsom, het zwembad er gaat komen. We kunnen er gewoon niet meer omheen. Het wordt onacceptabel als het niet komt. Dan komt de beur in opstand.